Airs Media. Concept, capture, post, product. Jongeren blijken uit case-studies van psychiaters nog steeds aanhoudend nalatig als het gaat om school en andere verplichtingen. Volgens meneer Jagori is dit makkelijk te verklaren. Meneer Jagori, kunt u vertellen waarom dit zo is? Ja, we hebben onderzoek gedaan bij jongeren in heel Nederland. En we zien dat de leercurve afneemt op het moment dat er sprake is van drugsgebruik. En om welke soorten drugs gaat het? Mai? Ja, de combinatie van cocaïne. Die kan nogal eens leiden tot een psychose. Kunt u vertellen wat we hier aan zouden kunnen doen? Hey, waar zijn mijn autosleutels, gast? Je zou ze verdomme terugbrengen deze keer. Oh. Ja. Oh, yeah. Gast, zit je nou nog steeds aan die zooi? Bedankt, meneer. Ach, ik wist niet dat het er nog lag. Jij denkt dat ik dat geloof? Denk maar niet dat ik je ook nog maar één ding ook maar ooit uitleen. Kom op, gaat toch niemand dood? Nog niet, nee. Maar als het zo doorgaat, dan hoeft het ook echt niet langer te duren. Kom op, Joost. Joost, krijg je leven weer op de rails, gast? Ik kan toch verdomme niet zo blijven aankloten? Dat ik dat uit de mond van de man hoor, die daar mede verantwoordelijk voor is. Ik heb alle reden om jou zo te noemen, Mike. Oh. Mama is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Of ben je daar ook al niet in geïnteresseerd? Net als school, je vrienden, je werk. Je wilde niet eens weten dat mama achteruit begon te gaan. Niks dringt tot jou door, Mike. Niks. Mike. Mike.
Joost! 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 Sorry, sorry voor die sleutels, jongen. Ik heb je nodig. Joost! Te doen, doe het voor mama. Hoe durf jij zo tegen jouw moeder tekeer te gaan? Ze is ook gek dat ze nog zoveel voor je doet. Je bent te goed voor deze wereld, Lily. Elke keer als dat rotjoch weer een streek uithaalt, raap jij hem weer op. Mike, jongen, waarom val je nou, kereltje? Nou moet mama er weer een pleister op doen. En kijk nou eens naar je nieuwe broek. Kijk eens, Mike. Je kan het wel. Als je maar wil, kan je alles, hè? Ik had het allemaal zo graag anders gezien, Mike. Ik ben niet toegelaten tot die studie. Ik was te laat met inschrijven. Wat? Ja. What the fuck, Mike? Maar ja, fuck die school. I gonna do it by myself. Wat wil jij met je leven gaan doen? Wil jij alleen maar uitgaan met die fucking kutvrienden van je? Wat zeg je? Je hoort me goed? Moet je alleen maar die kutvrienden van je gefeest en al die zooi gebruiken? Oh, madame gaat me ook dingen ontzeggen. Weet je, nee. Weet je wat je moet doen? Ga je me nou dingen ontzeggen? Dan flikker je toch gewoon gelijk op? Je moet gewoon kappen met die fucking troep, Mike. Doe even normaal. Wat heb ik nou aan jou? Als jij mij dingen gaat ontzeggen, dametje, dan is het toch gewoon helemaal klaar. Dan hoef ik je toch nooit meer te zien. Doe even normaal. Ik doe alles voor jou. Nou, alles wat we samen hebben meegemaakt en wat ik voor jou heb gedaan... Betekent dat helemaal niks? Voor 10 minuten OK. Wat is haar status? Momenteel stabiel, maar niet buiten levensgevaar. Ik zal de transfer alvast voorbereiden. Mama. Alles komt toch wel weer goed, mama? Tuurlijk komt alles goed, liefje. Je weet toch dat mama er altijd voor jullie zal zijn? Voor jou, je grote broer. En ook voor Mike. Over hem gesproken. Waar is Mike eigenlijk? Rustig, Erik. Papa is Mike niet ophalen. Mam, ik ben er toch? Verdomme, Mike. Je kunt niet je hele leven wachten tot het je allemaal aankomt waaien. Wees één keer slim en kom bij mij in de zaak werken. Je rechtenstudie is te hoog gegrepen voor je, Mike. Mike! Mike! Papa! Pap!